Hoe veilig is het Nederlandse drinkwater nog? Dit is Uitgelicht. Grote ophef afgelopen zaterdag. Uit onderzoek van het Algemeen Dagblad blijkt dat de chemische stof Gen-X in het kraanwater van Zuid-Holland zit. Als gevolg wil de Tweede Kamer een landelijk onderzoek dat in kaart brengt waar en hoeveel van deze stof in het drinkwater zit. Bij ons in de studio Peter Koelewijn, initiatiefnemer van IBOTA, een stichting die zich inzet voor schoon drinkwater wereldwijd. Goedenavond, meneer Koelewijn. Goedenavond. Ja, ontdekt dus dat er een chemische stof in het drinkwater zit. Wat dacht u dan toen u dat hoorde? Ik denk, ja, dat mag niet. Want chemicaliën mogen gewoon niet in het Nederlandse oppervlaktewater zitten. En zeker niet in het Nederlandse drinkwater. Hoe is dat in het water terechtgekomen? Nou, in Dordrecht heb je natuurlijk een hele grote chemische fabriek. Het vroegere DuPont, tegenwoordig heet dat Chemoes. En die maken Teflon. En bij dat product worden chemicaliën gebruikt. En het is al eerder in het nieuws geweest, een aantal maanden geleden geloof ik. Toen was het ook al aangetroffen. Ze gebruiken nu andere stoffen, maar die is denk ik net zo giftig. Maar in ieder geval echt giftig. En die is weer aangetoond in het grondwater. Maar u zegt giftig. Is het inderdaad schadelijk voor ons om dat water te drinken? Ik ben geen chemicus, maar wat mij verteld is. Ik heb nog even met onze vrienden van Vitens contact gehad vanmorgen. Het is toxisch, het is giftig. En kankerverwekkend, denk ik zelfs. Dus het mag zeker niet in het drinkwater zitten. Ook al is het maar heel weinig. Hè. Wat ze nu hebben gemonitord, is maar heel weinig. En ook niet schadelijk voor de volksgezondheid, zeggen ze. Maar ik vind, giftige stoffen mogen niet in drinkwater zitten. Gebeurt het dan ook vaker? Nou, in Nederland niet zo vaak. Andere landen veel meer. Want er zijn de regels ook niet zo scherp als hier. Maar de ophef die je dus nu hoort, die is niet voor niets. Want de drinkwaterbedrijven maken zich echt zorgen. Zeker als zij het meten in hun drinkwater. Maar drinkwater gaat natuurlijk door waterzuiveringsbedrijven. Filtert dat het er niet uit? Nee, niet als vanzelfsprekend. Heel veel drinkwater wordt niet eens gefilterd. Als we dus het water op de Veluwe nemen, waar ik woon. Daar wordt alleen maar ijzer en mangaan eruit gehaald. En het wordt verder helemaal niet gefilterd. Want het water is gefilterd door het zand in de grond. Ja. En het is gewoon schoon. Nu dus deze schadelijke stof in Zuid-Holland. Waar zit in Nederland over het algemeen een risico voor drinkwater? Kennen we dat helemaal niet? Ja, in die gebieden natuurlijk. Ten eerste is het een industrieel gebied waar chemicaliën gebruikt worden. En ten tweede is het een gebied waar oppervlaktewater voor drinkwater wordt gebruikt. En als we dus in oppervlaktewater die giftige stoffen zien, als die daarin zitten, dan komen die bijna als vanzelfsprekend in het drinkwater. En daar zijn geen installaties op dit moment voor om dat eruit te halen, om de simpele reden dat het niet onder de verantwoordelijkheid van drinkwaterbedrijven valt. De Nederlandse overheid, die hoort de regels te hanteren en deze giftige stoffen mogen gewoon niet in het oppervlaktewater zitten. U noemt in die gebieden, in dit geval dus Zuid-Holland, zijn er nog meer van dat soort gebieden waar dus dat risico is omdat die stoffen erin zitten? Ik denk het wel. Ik heb dat niet in kaart, maar Rotterdam en omgeving is natuurlijk wel een hele bekende plek, omdat daar heel veel chemicaliën gebruikt worden. En dus ook geloosd worden in het water? Ja, ja, dat is natuurlijk een onbegrijpelijke zaak, dat nog mag. Want ik denk technisch gesproken zou dat wel uitgehaald kunnen worden. Maar het wordt nog steeds geloosd op het oppervlaktewater. En daar ligt het probleem. Maar wordt dat gecontroleerd? Mogen die bedrijven dat eigenlijk niet, maar doen ze dat wel? Hoe zit dat? Ze mogen dat zeker niet. Het wordt gedaan, of het gedoogd wordt, ik heb geen idee. Maar de overheid die doet dus metingen. En die constateert, en dat is al een tijdje zo, dat er dus dat soort giftige stoffen in het grondwater zitten. Nu trekt natuurlijk ook het drinkwaterbedrijf aan de bel. Want die zegt, ja, hallo, nu zit het ook in ons drinkwater. En dat mag dus natuurlijk niet. Nee. In april was er ook al een discussie over de waterkwaliteit bij de tanks van campers, caravans, et cetera. Op camping zou er grote kans op legionella zijn. Moeten we als we op vakantie gaan in Nederland ook maar gewoon flesjes water gaan kopen?
Dat is wat we doen met z'n allen. Want er gaan natuurlijk duizenden mensen de weg op met een caravan of camper. Wij zeggen al heel lang tegen die bedrijven, zorg dat jullie een waterfilter meegeven met een caravan. Dat zijn dure vakanties. Als mensen ziek worden onderweg, dan is hun vakantie naar de knoppen. En dan zeggen ze gewoon van, die mensen vragen daar niet om. En dan zeg ik, jullie moeten die mensen adviseren. Je mag de mensen niet wegsturen zonder een waterfilter in de caravan. Nou, nu kort geleden is er een groothandel in caravanonderdelen die voor het eerst een eerste serie filters bij ons heeft besteld. En dus nu gaat verkopen aan de caravanhandel, zeg maar. Maar een makkelijkere oplossing zou dan misschien zijn om inderdaad te zeggen, net als in het buitenland, gewoon fleswater te kopen. Hoe kijkt u daarnaar? Nee, dat vind ik heel jammer. Want het water wat we kunnen innemen op de campings, dat is niet zo vervuild dat het niet behandeld zou kunnen worden. En het filtertje wat wij daarvoor aanbieden, dat is de helft van dit filter. En dat kun je in elke caravan kwijt. En als je dat erin zet, dan kun je elk water wat je aangeboden krijgt op campings, kun je gewoon drinken. Ja, u heeft dit waterfilter meegenomen. Straks gaan we even kijken hoe dat dan werkt. Allereerst, hoe wordt die kwaliteit van drinkwater in Nederland nu gemeten? Hoe gaat dat? Er gaan dagelijks monsters naar verschillende laboratoria. Er zijn er vier in Nederland. De grootste en de meest moderne is in Leeuwarden van Vitens. En ik ben er verschillende keren geweest, want ook sommige van onze filters zijn daar getest. En daar wordt het water gemeten op honderden verschillende parameters. Dus dingen die in het water kunnen zitten. En dus het Nederlandse drinkwater wordt aangemerkt als het beste water in de wereld. Omdat het gewoon heel goed gemonitord wordt. Ja, in de Tweede Kamer wil een meerderheid nu onderzoek doen naar wat in kaart brengt waar deze stof in het water zit en hoeveel dat dan is. Mm-hmm. Maar ik begrijp uit uw woorden dat waterbedrijven dat in feite dus al lang weten. Nou, dat denk ik niet, want je kunt niet alles monitoren wat er in drinkwater zit, want er kunnen ontzettend veel stoffen in drinkwater zitten. Pas als er aangetoond wordt wat dus nu gebeurd is, dat deze stof, deze giftige stof in oppervlaktewater zit, dan denk ik dat de waterleidingbedrijven beginnen met meten. En dan komen ze erachter van, hey, het zit in ons drinkwater. En eerder dus niet, begrijp ik? Ik denk niet vanzelfsprekend, nee. Want dan moet je op duizenden verschillende stoffen gaan meten. Ja. Is het een overdreven reactie van de politiek om te zeggen, we gaan een groot onderzoek instellen? Of vindt u dat eigenlijk wel een juiste stap? Ja, ik vind dat zeker niet overdreven. Alhoewel wij het al heel goed doen hier in Nederland. Het is gewoon zo dat dit soort stoffen niet in grondwater mag zitten. Daar zijn regels voor, in ieder geval in Nederland. Er zijn ook internationale regels voor. Zoals ik zeg, Nederland doet dat heel goed. Maar het mag niet zo zijn dat dat in het grondwater komt, waar ook ons drinkwater uitgehaald wordt. Dat kan natuurlijk niet. Ja, dus die ophef van afgelopen zaterdag en die ophef van de discussie in april, zegt u eens eigenlijk, is niet overdreven? Misschien nee. Houdt het ons juist scherp? Ja, zeker. Die is terecht, denk ik. Ja. Ja, in Nederland hebben we over het algemeen schoon drinkwater. Hoeven we ons daar weinig zorgen over te maken. Hoe groot is dat drinkwaterprobleem wereldwijd? Nou, misschien is dat door veel mensen bijna niet voor te stellen, maar doodsoorzaak nummer 1 in ontwikkelingslanden is uitdroging. Daar gaan bij ons al lang geen kinderen meer aan dood natuurlijk. Maar de laatste cijfers van het WHO en andere organisaties is dat er 2 miljard mensen geen toegang hebben tot schoon en veilig drinkwater. 2 miljard van, wat is de wereldbevolking tegenwoordig? Bijna 7 miljard. Ja, dat is een heel groot gedeelte. Wat zijn de gevolgen van niet schoon drinkwater? Dysenterie, uitdroging. Heel simpel te behandelen dingen. Maar als een kind dus verkeerd water binnenkrijgt, waar veel pathogene bacteriën in zitten, dan kunnen ze binnen 48 uur overlijden. Ze gaan spugen, ze krijgen diarree. En binnen een mum van tijd zijn ze uitgedroogd. Ja, en daar valt op dat moment niks meer aan te doen? Nee, want het water wat ze dan nog toegediend krijgen, zitten weer pathogene bacteriën in. Dus het gaat gewoon door. Ja. Pas als zij schoon water toegediend krijgen, dan kan dat... Dan gaan die giftige stoffen ook weer uit het lichaam. Ja. Ja, u noemt het 2 miljard mensen geen toegang tot het schone drinkwater. Waar is dan de meeste nood? In landen waar regeringen het allemaal niet zo nauw nemen.
Wij doen veel in het land India. Daar produceren wij ook onderdelen. Deel uitmakend van een project, een hulpproject. In dat land heb je natuurlijk het kastensysteem. Waardoor er al een klassenverdeling is en de laagste kasten eigenlijk nauwelijks waarde hebben. Daar worden ze ook geen geld aan uitgegeven. Nauwelijks. Dus die hebben ook geen infrastructuur voor schoon water. En neem Bangladesh, waar wij dus ook bezig zijn om iets voor te betekenen. Daar zit arsen in het drinkwater. Nou, deze Genex-stof is giftig, maar arsen is natuurlijk ook heel erg giftig. En het zit er van nature in. Dat komt uit de Himalaya. En waarschijnlijk in grotere hoeveelheden dan dat Genex hier in het water zit. Veel grotere hoeveelheden, ja. U bent stichting IBOTA begonnen om dit soort situaties aan te kaarten. Ja. Hoe is dat zo begonnen? Wij waren in 1993 met een jeugdmiddelopdrachtteam in India. En kregen zelf met het probleem drinkwater te maken. En hebben daar toen met wat wij konden doen een aantal oplossingen aangedragen. En eigenlijk is dat bij mij blijven hangen. En toen heb ik gedacht, als wij wat willen doen voor de groep kansarm in deze wereld, dan zou dat moeten zijn op het gebied van water. Ja, waar staat IBOTA voor, de naam? International Bridge of Technical Assistance. Ja. We zijn begonnen om in India kleine technische initiatieven op te zetten om mensen zelf te laten meewerken aan die oplossing. Ja. Die technische projectjes zijn nu allemaal gefocust op drinkwater. Dus we produceren nu eigenlijk alleen maar onderdelen voor waterfilters. En wat zijn dat, waar moeten we dan nog meer aan denken aan technische projecten naast dat drinkwater? We hebben elektronica gemaakt met meiden uit een van de grootste prostitutiewijken van Azië. En allerlei andere productjes. En op een gegeven moment hebben wij gezegd van nou, wij moeten gewoon focussen. Ik zeg altijd, je kan maar één ding goed doen in het leven. En dus wij zijn echt gaan focussen op drinkwater. Ja, u deelt dus deze waterfilters uit die we hier ook zien staan in de gebieden waar dus die nood hoog is. Ja. Kunt u uitleggen hoe zoiets werkt? Nou, ik zal het hele technische achterwege laten. Maar er zit hier een filter in die gemaakt is van een organisch materiaal. Actieve kool noemen we dat. Dat is gemaakt van kokosnootbast. En er zit zilver in. Dat zit eraan gekoppeld. En zilver heeft de eigenschap dat zilverionen die in contact komen met een micro-organisme, die muteert zijn DNA. En daardoor kan hij zich niet meer vermenigvuldigen. Dat is één. Maar we halen natuurlijk ook heel veel rotsen eruit. Dit is slootwater. Dat hebben we eventjes uit een vijvertje gehaald. Ja. Het kroos drijft erop. En de vraag is dan, kunnen we daar nog drinkwater van maken? Nou, in heel veel landen is dit het water wat men heeft. En wat ze dus ook drinken. En wat ze moeten drinken, er is niks anders. En dan zeggen wij van nou, kijk, eerste lijns hulp bij veel hulporganisaties is het sturen van containers met flesjes water. Wij zeggen dan, nou, je kunt beter waterfilters sturen, want met dit filter kun je honderden liters slootwater. Ja. Nou is dit niet zo bevorderlijk om dit meteen te gebruiken, maar in sommige situaties kun je niet anders. Ja, en dan is dit een stuk beter dan het water zoals het er daaruit ziet. Dan, nou ja, een stuk beter. Dit kun je gewoon drinken. Dit is gewoon veilig om te drinken. Jullie hebben voor mij een heerlijk glas water neergezet, maar ik kan net zo goed dit drinken. Ja, dat is gewoon veilig om te drinken in die landen. Ja, het smaakt ook gewoon goed. En dan deelt u dat dus uit op een aantal punten en dat wordt dan gewoon in de dorpen verspreid? Of hoe moet ik dat voor me zien? Ja, nou, wij hebben bijvoorbeeld heel speciale waterzakjes ontwikkeld waar een halve liter water in kan. En dus ze pompen het zakje vol, zetten er een knoop in en dat kunnen ze uitdelen. Ze kunnen met één waterfilter al heel veel zakjes water uitdelen. Ja. Ja, u laat die onderdelen van die waterfilter in India maken ook. Eigenlijk een van de gebieden waar de hoogste nood is natuurlijk. Ja. Waarom daar? Ja, omdat wij nou eenmaal begonnen zijn in India, 26 jaar geleden of zo, en daar de nood zagen en iets wilden doen voor die groep kansarmen. En wat wij dus gedaan hebben, is hele simpele machientjes ontwikkeld waarmee kunststofonderdelen gemaakt kunnen worden. Als je hier in Nederland een kunststofonderdeel maakt, heb je daar een machine, een computergestuurde machine voor nodig. Ik heb daar ook opleiding in gehad, die hier zeker niet past. En toen kwam ik in een sloppenwijk in India en daar zag ik mensen dat met de hand doen. Mm-hmm. En toen dacht ik, dit is het. Zo gaan we dat doen. Alleen die machientjes hebben wij dan iets gemoderniseerd met een hydraulisch systeempje. En daar maken nu die jongens daar kunststofonderdelen mee. Die gaan we naar Nederland en dan zetten wij de filters van in elkaar.
Maar is het dan een goedkopere manier om het in India te laten doen, dat jullie daar produceren? De kunststofonderdelen op zich zullen niet echt veel goedkoper zijn. Maar de matrijzen om dus die onderdelen te maken zijn erg duur. Maar de andere kant ervan is natuurlijk dat we daarmee mensen uit die sloppenwijken aan het werk hebben. Dus het is eigenlijk een soort werkgelegenheidsproject? Het is zeker een werkgelegenheidsproject. En het is natuurlijk heel leuk dat je dus je realiseert dat mensen uit de onderlagen van de bevolking, die zeg maar geen kans hebben op een baan, dat die dus onderdelen maken voor waterfilters die de hele wereld overgaan om mensen het leven te redden. Ja. Op het gebied van water. Ja. Wat voor prijs moet ik nou denken bij zo'n waterfilter, als jullie dat uitdelen in de landen? Dit filter, we hebben veel simpelere filters die nog geen €20 per stuk kosten. Maar dit filter kost €55. Dat is nog steeds heel weinig geld voor een filter waar een gezin zich een jaar lang mee van drinkwater kan voorzien. Ja. En die filters die delen jullie dus uit? Worden jullie gesponsord door mensen of hoe gaat het in zijn werk? Ja, nou ja, natuurlijk. Wij geven heel graag weg. We zijn een non-profit organisatie. Er blijft in die zin dus ook geen geld in de organisatie zitten. Maar wij hebben een drinkwaterfonds opgezet. Het Ibota Drinkwaterfonds, afgekort IDF. En wij zoeken sponsors die zeggen, joh, in Nederland hebben wij het beste water van de wereld. Dat zeggen de drinkwaterbedrijven ook. Laten wij een heel klein stukje van onze rijkdom geven voor zo'n project. En dat kan al vanaf €5 per maand. En daarmee, als er genoeg mensen zijn die dat doen, dan kunnen wij deze filters gewoon weggeven. En is dit dan voldoende om het drinkwaterprobleem misschien wel wereldwijd op te lossen? Nou, dat kunnen wij niet, want wij maken systeempjes voor een gezin. Dat hebben we heel bewust gedaan, want de enige plek waar ownership is, waar mensen verantwoording nemen, is het gezin. We hebben dorpen gezien met prachtige grote installaties. En die werken een paar maanden tot een jaar en is stuk. Niemand kan het repareren. Ik heb het gezien in dorpen waar een pomp stond. Dan ben je gelukzalig als je een pomp hebt. En als die stuk gaat, dan wordt die niet gerepareerd. Want, zeggen de mensen, die is van de regering. Dus de enige plek waar wel die verantwoordelijkheid wordt genomen, is het gezin. En daarom zijn we begonnen met filters te ontwikkelen op het gezinsniveau. Ja, en het op die manier in het klein eigenlijk steeds groter op te lossen. Ja. En als mensen ja. dus willen helpen om schone drinkwater wereldwijd te krijgen, dan kunnen ze dus naar uw stichting? Dan kunnen ze, ja, makkelijk is een mailtje te sturen naar Stichting Ibota. En dat kan via de website www.ibota.org of naar info@ibota.org. Ja. En dan pakken wij het verder op. Mooi, en dan kunt u ook weer die waterfilters uitdelen. Ja. Heel mooi. Dank voor de toelichting, Peter Koelewijn van Stichting Ibota. Veel succes met uw werk. Dankjewel. U bedankt voor het kijken. Dit was Uitgelicht voor vandaag. U hoort het, als u meer informatie hierover wil, ga dan naar ibota.org. We zijn er graag morgen weer. Tot dan. Dag. Ja.